Hoera, Rudy van der Zanden is 50 jaar. Bijna. Nog niet helemaal, maar hij viert het wel met gigantische kortingen. 50% korting op hetgeen wat er buiten en binnen staat. Ik zit hier nu onderaan de Lamboybrug op de hoek Lekstraat en Rijnstraat. Want Rudy is 50, bijna 50 en gaat een hele hoop dingen weggeven. En daar ga ik nu een oproep voor doen, want geven is soms leuker dan krijgen. En we gaan heel veel weggeven. We gaan 11 afleveringen maken, samen met Rudy van der Zanden. En we gaan heel veel leuke dingen weggeven. Blijf goed kijken, want je gaat ervan profiteren. Hier bij de piep, Rudy! Ja, en behalve 50% korting dat Rudy van der Zanden gaat weggeven, gaat hij nog veel meer doen. Ik heb hier bijvoorbeeld hele luxe doosjes met heerlijke bonbons van Chocolaterie Vink. Die gaan we zo meteen weggeven aan vrijwilligers van de Sint-Jan en mensen die in het centrum van 's-Hertogenbosch op straat lopen. En allemaal ter ere van de verjaardag van Rudy van der Zanden, de zaak. Bijna 50. Maar blijf kijken, want ik ga nog veel meer weggeven in samenwerking met Rudy van der Zanden. De 11-delige televisieserie Rudy is jarig. Daar staat het getal 50 centraal. Bijvoorbeeld, ben jij of zijn jullie samen 50 jaar getrouwd? Laat het mij dan weten. Stuur dan een mailtje naar redactie@tv73.tv. En je wordt uitgenodigd voor een lekker etentje. Maar dat gaan we met 25 50-jarige bruidsparen doen. 25! Ben jij 50 jaar in dit jaar? Ben jij 50 jaar oud? Laat het ons dan weten. We gaan een grote groepsfoto maken met 50 personen die 50 jaar zijn geworden in dit jaar. En daar gaan we ook nog weer een leuke attentie aan geven. Een leuk cadeautje. Woon jij op nummer 50, op een adres nummer 50? Meld het. Doe dat allemaal op redactie@tv73.tv. Rudy van der Zanden, @tv73, gaan veel weggeven. Allemaal in het teken van die fantastische verjaardag. Bijna 50 is die. 50% korting op het hele assortiment. Onder het luiden van de grote klok in de Sint-Jan sta ik hier op de parade in Den Bosch. En daar sta ik voor een speciaal doel. Vorige week hadden we aandacht besteed aan de vrijwilligers die de kerststal elk jaar weer in Den Bosch aan het bouwen zijn. En het zijn allemaal vrijwilligers die daar met hart en ziel aan werken. En altijd met veel genoegen en uiteindelijk met een prachtig mooi resultaat. Het resultaat dat echt tienduizenden mensen die kerststal komen bekijken elk jaar. En dat ook de kerststal van deze prachtige kathedraal, de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, wereldberoemd is om die kerststal. Nou, dit jaar een heel nieuw item, vooral in het wit. Nou, vorige week kreeg ik een telefoontje van Rudy van der Zanden van de meubelzaak in de Rijnstraat. Die zei van, joh, ik vind het zo leuk en zo goed dat die mensen daaraan meewerken. Ik wil ze toch even een hart onder de riem steken. Een chocoladehart. Zoetigheid. Hij heeft aan ons 50 doosjes luxe bonbons gegeven van Chocolaterie Vink. Om die aan de vrijwilligers van de kerststal te geven. Om ze te bedanken voor hun inzet. Een echt bosbedrijf die zegt van, nou, fantastisch dat jullie dit voor de stad 's-Hertogenbosch doen. En de vele mensen die naar Den Bosch gaan komen. En daarnaast kon ik het ook niet laten om tegen een echt bosbedrijf te zeggen. Er is een tekort aan een rode loper. Die heeft de Sint-Jan en de kerststal nog gewoon nodig. En uiteindelijk zei ze daar bij Rudy van der Zanden, Menneke, dan krijg hij van ons voor die kerststal een rode loper. Van 4 meter breed bij 30 meter lang. Of gesnijd hem door de midden. En dan heb je 60 meter bij 2 meter. Nou, dat ga ik ze ook vertellen. Ben jij nou ook een bosbedrijf die met hart en ziel zo'n kerststal wil steunen? Laat uw hart dan spreken. En zorg ervoor dat je met mij in contact komt. Want later dan nog veel meer over. Er zijn namelijk een aantal dingen gaande die ik nu nog niet kan zeggen, maar daar kom ik later op terug. Ik heb een aantal vrijwilligers op de parade gezet en ik ga ze vertellen waarom ze hier staan. Ga je mee? Dames en heren, ja, ik heb even een kleine afstand. Ik kom zo meteen even bij jullie. Vorige week hadden we een prachtige uitzending over de kerststal. Over de voorbereidingen ervan, het ontwerp van Laus. En die uitzending die is door een aantal mensen bekeken, waaronder door Rudy van der Zanden, de woningmeubelzaak, stoffeerderij op de Rijnstraat. En hij vond het allemaal zo leuk en zo goed wat jullie doen, dat jullie toch een soort van chocoladehart onder de riem wil steken. Hij wordt zelf 50. Nou, de kerststal is veel en veel ouder. En ook die zal nog vele malen 50 jaar meegaan. Hele luxe doosjes bonbons die ik aan jullie moet gaan uitdelen. Natuurlijk is het complete vrijwilligersteam hier niet aanwezig. Ik wil ze wel achterlaten. Met dank van een bosbedrijf voor jullie inzet, motivatie en het resultaat dat elk jaar hier in de Sint-Jan weer te zien is. Bij deze. Dankjewel. Laus, aan jou de eer om het eerste doosje in ontvangst te nemen. Ook namens meneer Rudy van der Zanden. Ja,
heel bedankt. Wij danken. Ja, er is nog meer, maar dat ga ik jullie zo meteen nog even vertellen. Want ik zeg altijd maar zo, een vliegende kraai vangt altijd iets. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, een doosje erbij pakken. Er blijven er nog. En ook voor de thuisblijvers, hè, die vaak alleen thuis zitten tijdens de uren dat jullie hier allemaal aan het werk zijn. Rudy. Ik zou zeggen, Rudy, bedankt. Hè. Ja, hij is bijna 50. Ja. Hey, hartstikke. Van een leeftijd, hè. Hoe is het om vrijwilliger te zijn? Laten we daar maar eens eventjes weer op beginnen. Ik doe dit nou voor het eerste jaar, dus ik ben nog een beetje... Wat met de neus in de chocolade? Ja, zeg dat wel. Maar ik ben timmerman van beroep, dus Frans heeft mij toen dus benaderd om te komen doen. Voor hier of voor zijn dakkapel thuis? Nee, hij woont op een flatje. Oh. Ja, flatje. Appartement, hè? Dus hoe dat? Ja, dus ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Ik ben ook thuis, dus we moeten anders thuis gaan zitten. Dat is waar. En je werkt aan iets moois, hè? Ja, bedoel, straks... Heel schitterend om iets te kunnen zien dadelijk als het helemaal klaar is. Ook aan de kleinkinderen toch gezegd, daar heeft opa gemaakt. Ja, want je mag ze ook uitnodigen, hè? De eerste is een kijkdag voor de families, hè? Ja. Dus ik vind het hartstikke leuk. En het gaat ook hartstikke goed ook. Ja, ik zie hier een vrouw in het midden staan. Wat doet u? Alles. Behalve gewoon die heren hier een beetje onder de knie houden. De chocolaatjes opeten natuurlijk. En voor de rest alles wat er moet gebeuren. 'S morgens komen we en dan krijgen we vanzelf te horen... mag je bij dit doen of dat doen. En dan wordt de paken gewist. Gewoon echt een soort oneerbiedig gezegd maandje van alles. MVA dus. MVA, een MVA'tje. Ja, dat klopt. Ja. En controle op haar man. Wie is haar man dan? Die met de snor. Oh, die. Waarom staan jullie zo ver uit elkaar? Ja, dat doen we bij de Sint-Jan, doen we dat altijd. Oké. Je kent ons dus, je weet dat ik een enige echte wettelijke echtgenoot. Oh, het is het wel. Oh, dat was een grapje. Ze houdt helemaal niet van snorren. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, maar goed. En weet je hoe Frans naar mij gekomen is? Nee. Ja, we worden steeds over Frans gesproken, want hij duikt steeds uit beeld. Want er komt natuurlijk hartstikke vaak in beeld op TV 73. Je kwam in dezelfde kroeg als ik, bij de Pater Noster. En als je dan een paar glazen bier op hebt, dan weet hij hoe je moet aanpakken. Ja, en dan zeg je, dan beloof je iets. En dan beloof je iets, ja, en dan moet je het ook volbrengen. Het is toch een belangrijk spreekwoord. Belofte bij vreugde of verdriet, doe het niet. Oh, die kende ik toen nog. Ja, dat is echt zo. Die kende ik toen nog niet, maar nee, ik heb er geen spijt van. Dit is nou het derde jaar voor mij. En toen heb ik ja gezegd tegen Frans, dus nou, moet zodoende. Zodoende dat ik nou die chocola in ontvangst mag nemen. Nou, hartstikke leuk, hè? Hartstikke top. Frans, kom er eens even bij, want je duikt achter de mensen weg. Ik kom te veel. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, die kerststal, jij regelt natuurlijk een hele hoop. Ik heb ook weer wat geregeld. Ja, dat klopt. En ik zal er wel smullen. Nou, er is nog meer, want ik zei het net al. Jullie hebben vorig jaar aan het lobbyen geweest voor een rode loper. Er was op dat moment even in de kerststal geen budget voor. Maar ik heb wel heel goed nieuws. Ik denk, als hij chocolaatje kan geven, kan hij ook een rode loper geven, die Rudy. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft een rode loper van 4 meter breed bij 30 meter lang. En als je hem doormidden doet, heb je in principe 60 meter bij 2 meter. Een bosbedrijf dat op deze manier, door middel van een product, het hoeft niet alleen maar geld altijd te zijn, de kerststal gaat ondersteunen. Nou, dat is geweldig. En ja, dan moet ik altijd naar de ontwerpen kijken of die daar een... uiteraard heeft u een plaatje voor. Maar dat we de hele kerststal met de rode loper gaan beleggen, zou kunnen. Nee, maar het is er. En als het nodig is, dan kun je er gebruik van maken. Dat zullen we dan zeker doen. Maar alles op zijn plaats en op die momenten dat we het ook nodig hebben. Tuurlijk. Hartstikke fijn en we zijn er heel blij mee. En we zullen dat ook nogmaals, TZT, misschien dit jaar, anders volgend jaar gebruiken. Ja, hij komt altijd van pas. Zo simpel is het gewoon. Ja, bedankt. En ik zou zeggen tegen onze middenstand van de stad... De kerststal heeft een uitstraling. Laat u zich gelden. Laat dat zien. Helpt ons. Want dat is wel een oproep naar de middenstand. Probeer ons te helpen met die dingen die gewoon mogelijk zijn. Het is een kostbaar iets en de mensen zijn allemaal vrijwillig aanwezig. Maar het dekt de lading niet helemaal. De vrijwilligheid wel, maar de kosten die erachter zitten zijn natuurlijk enorm. Over hoeveel bezoekers praten we van vorig jaar? Ja, nou, dat is een ruwe schatting. Moet je hem niet vast pinnen, maar... 50 tot 75.000 is, zit ik er niet ver naast. Doet de gemeente ook iets aan het meebetalen aan de kerststal? Nee. Je weet dat de overheid... Waarom niet? U weet dat de overheid altijd kerk en staat zijn gescheiden.
Het is mij wel goed. Behalve als ze iets willen opbiechten en een kaarsje willen branden. Dus ik vind ook dat de gemeente Den Bosch, die kathedraal, en zeker als er 75.000 mensen naar Den Bosch komen, dus niet alleen vanuit Den Bosch, maar ook naar Den Bosch komen, dat je hier wel te maken hebt met 75.000 ambassadeurs. En daar moet je gewoon voor betalen, gemeente. Punt. Ja, dat ik vind ik geweldig, vind ik ook hoor. Maar dan moet het nog gebeuren natuurlijk ook. Buiten dat, het heeft niet een nationale, maar het heeft ook een internationale uitstraling. Want zelfs uit België hebben we al contacten die de kerst al hier in Den Bosch een grote waardering geven. En we zijn ook al uitgenodigd naar Brussel en andere plaatsen in België waar ook grote kerststallen zijn. En dat, ja, dat bloeit, dat groeit. Dat is heel positief. Een goede uitstraling, niet alleen voor onze kerst, maar ook voor de totale stad. Stadshertogenbosch. Ja, Stadshertogenbosch. Ja, punt. En ik hoop dat er iemand van de gemeente kijkt. Er zijn nog wel wat wethouders die kijken. Degene met de juiste portefeuille. Ik ga jou stalken, net zolang dat jullie meedoen, om die kerststal eens een keer te ondersteunen. Want die kerststal verdient het. 75.000 mensen naar Den Bosch. Krap eens een keer achter de oren en laat de portemonnee waaien. Geweldig. Ja, ik zeg het op mijn manier, maar ik meen het echt. Uit de grond van mijn hart. Ja, ik ken er niks aan doen. Nou, ik vind het geweldig. Een mooie oproep. En ja, van de andere kant, wat er hier allemaal gebeurt op de parade. De kerk als decorachtergrond wordt het dan, zo mag je het dan ook wel zien. Laat ze maar eens goed in de buidel tasten. Vind ik ook. Maar ik moet wel zeggen dat de ondernemers van de parade vorig jaar al een leuke donatie hebben gedaan. Die was leuk en we hopen van het jaar op het dubbele. Ik ben heel eerlijk. Het was geweldig. Ze hebben ook jaren wat minder gedaan om bescheiden te blijven. Ja, er gaan heel wat bossen bollen in de mei maand en de december maand doorheen. Hè? Ja, dat is niet weg te cijferen. En ik heb begrepen, daar groeien ze van en daar bestaan ze van dus. Nou ja, goed, laat het zo zeggen. Als de gemeente of de ondernemers niks doen, dan gaan we gewoon zelf koffie en bossen bollen verkopen. Die concurrentie die gaat wel ontstaan als ze niet oppassen. Dat is geen, even voor alle duidelijkheid, dat is geen dwang. Hè. Het was gewoon maar een ideetje. Dan laten we hard spreken. Zoals de eerste bosondernemer die dat nu ook heeft gedaan. Rudy van der Zanden op de Rijnstraat in Den Bosch. Chocolade en een productsponsoring dat ook nodig is voor de kerststal. Hou ons in de gaten, want elke week weer een kleine update van de kerststal. Bedankt, succes, zet hem op en maak er weer een mooie kerststal van dit jaar. Dank u wel. Rudy van Zanden, bedankt. Rudy, bedankt. Hè. Prachtig zo'n aflevering. Rudy wordt 50. Rudy van der Zanden op de Rijnstraat. Die gewoon de aankomende 11 afleveringen veel leuke dingetjes gaat weggeven. De volgende aflevering gaan we koffie met bossen bollen doen. Dan hebben we een etentje, onbeperkt tapas eten. We gaan naar de bioscoop, bossen bloemen. Het kan allemaal niet op. We gaan grote groepsfoto's maken voor mensen die 50 jaar zijn geworden. Nu toch nog even de oproep voor de mensen die zitten te kijken en iets met het getal 50 hebben. Ik ben dringend op zoek naar mensen die dit jaar 50 jaar zijn. Dus 50 jaar zijn of 50 jaar worden in het jaar 2013. Er zijn 50 mensen waar we een grote groepsfoto mee gaan maken. 50 bossenaren die 50 jaar zijn geworden. Laat het mij weten. redactie@tv73.tv. Je krijgt natuurlijk je foto mee naar huis. Een mooie grote groepsfoto met jouw 50-jarige. En we gaan er ook nog een klein leuk presentje bij doen. We zijn op zoek naar mensen die 50 jaar getrouwd zijn. We gaan 25 etentjes weggeven voor twee personen. Dus dat zijn ook weer 50 personen. Ben jij in dit jaar, 2013, 50 jaar getrouwd? Laat het ons weten, want dan krijg je van Rudy, omdat hij jarig is, bijna 50 jaar is, een lekker etentje met z'n tweeën. Hoef je niet veel voor te doen, geen rijmpjes in te sturen, geen gedichtjes, alleen even echt laten zien dat je getrouwd bent. Dus het trouwboekje, dat is natuurlijk wel het controlepunt. Ben jij woonachtig op een nummer 50 in een bossenstraat? Ben jij dus op nummer 50 in, noem maar welke straat, het nummer 50 waar je woont? Laat het ons ook weten, dan komen we langs met een leuk presentje. Misschien dat we bij de een en de ander nog een lekker bakje koffie gaan drinken. Heb jij iets met het getal 50? Laat het ons ook weten. Nou, stuur al die informatie naar 0@tv73.tv of naar redactie@tv73.tv. De informatie die staat al de hele tijd onder in beeld. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Want jarig zijn en cadeautjes weggeven is altijd leuk. Houdoe!